We zijn live. Hartelijk welkom bij de lunchbreak van vandaag. En onze gast, Roy Mackay. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, VLS en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Fijn dat je er bent, Roy. Ja, ik moet zeggen. Ik heb een slechte uitzicht gehad. Laten we even met de actualiteit beginnen. De Super League. 48 uur geleden gepresenteerd. Helemaal uit elkaar geklapt. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk een beetje hetzelfde als iedereen. Ik ken niet alle ins en outs natuurlijk erachter. Maar ja, je ziet in één keer wat het doet. Met name in Engeland, waar de fans natuurlijk gelijk in opstand komen. En ik las vanochtend dat alle 60 clubs al teruggetreden zijn. Ja. Barcelona laat het, geloof ik, aan de supporters over wat ze willen. Ja, je ziet ook andere clubs. Ik heb bij Bayern München natuurlijk gespeeld. Die vanaf gelijk het eerste moment vrij duidelijk zijn geweest. Ja. Wij doen niet mee. Kan jij dat ook plaatsen als je zo'n club een beetje van binnen kent in hun manier van denken? Ja, want ondanks dat Bayern een van de grootste clubs ter wereld is en het afgelopen seizoen de allerbeste zijn geweest. Ja, dat kan volgens mij natuurlijk weer een ander zijn. Zijn ze wel altijd begaan met de supporters. Want heel veel mensen zouden het niet zeggen. Maar voor mij, bij Bayern, als je achter de goal staat, zijn we de harde kern, zoals iedereen dat noemt. Voor mij zijn dat een van de goedkoopste seizoenkaarten in Duitsland. Dus ze zeggen, het is, sponsoren zijn belangrijk, maar een stadion. Ja. En het voetbal is uiteindelijk voor de fans. Dus verbaast mij ook niks dat zij zich zo extreem hebben uitgesproken daartegen. Omdat ze zeggen, ja. Een aantal dingen van Bayern. Ook spelen toch nog, af en toe? Ja, heel af en toe. Zo'n tijdje geleden zouden vorig jaar tegen Leeds spelen. Dat is van een vroege UEFA Cup finale. En dat gaat meestal, de opbrengsten gaan altijd naar het goede doel. Maar ja, dat werd natuurlijk vanwege corona afgelast. Maar meestal is zo'n wedstrijdje 1-2 keer per jaar. Maar zij spelen sowieso met dat. Ja, tegenwoordig heet het FC Bayern Legends. Die naam wisselt nog wel eens. Ja, maar 4-5 keer per jaar. En dan meestal 1-2 keer per jaar tegen een andere grootmacht. En dan het mooie daaraan, wat ik zeg, buiten het feit dat je oud-collega's ziet, ja, dat het geld altijd naar het goede doel gaat. Ja. Zijn dat dingen waar je nog een week op kan verheugen? Als nou, moet ik wel weken op voorbereiden. Als ik en een week om te herstellen. Nou, daarna. Soms 2 weken. Maar nee, het is hartstikke leuk. En dan gaat het niet meer om winnen. Dan gaat het gewoon om een leuke middag te hebben. En de mensen die komen. Mijn allereerste was een Bernabeu over 80.000 man. En 3 jaar geleden op Anfield. Nou, dat had ik als voetballer nooit gespeeld. En je kunt je niet voorstellen, maar dat voor een 22 oud spelers dat heel Anfield uitverkocht was. En ja. Dat ik toch 2 minuten tegen Ian Rush heb mogen spelen. Je doet ook nog meet and greet dingen voor Bayern. En had je gisteren nog, dat moet nu op afstand, hè? Ja. Een bijzondere editie van. Ja, ze hebben een aantal ambassadeurs. De officiële ambassadeurs zijn Giovanni Elber, die is ook verantwoordelijk voor deze afdeling. Pizarro, Lizarazu en Mateus. En daaronder heb je nog een mannetje of 12 onder ik. Ja, die ze inzet om de club te vertegenwoordigen. En ik heb natuurlijk het geluk dat ik een aantal talen spreek. Dus ik word regelmatig ingezet. En dat kan door een meet and greet zijn. En dat was gisteren de allerleukste met 2 5-jarigen die zich helemaal voor hadden bereid met vragen. Ik moest er wel op aan heel veel vragen, moest ik de antwoord schuldig blijven. Van hoeveel doelpunt heb je met je hoofd gemaakt en dat soort dingen. Dus, nee, dat was hartstikke leuk. Dat is leuk om te doen. Dat kan helaas niet live. Want anders zou je misschien even naar München zijn gaan om die mensen te ontmoeten. Maar het tekent de club bij München wel dat ze op deze manier toch proberen hun fans tegemoet te komen door middels livestreams en dat soort dingen. En het zegt ook wat over hoe zij met oud-spelers omgaan, hè? Ja, dat is al heel lang. Ik was al voorheen al vaak gevraagd. En door mijn werkzaamheden bij Feyenoord moest ik 9 van de 10 keer afzeggen. Ja, nu ik op dit moment even niet op het veld sta, kan ik wat vaker actief zijn. Ja. En de ene week is wat meer. Rond die grote wedstrijden, dan was kort geleden was bij ESPN Amerika, hadden ze zo'n watchparty voor de fans in Amerika. Ja, dan zorgen ze dat. En ik was er dan bij. En Karl-Heinz Riedle, oudspits van Dortmund, die was dan namens Dortmund. En ja, zo probeer ze toch iedereen het Bayern-gevoel te geven. En dan zit je daarnaast ook nog in het bier, als je misschien denkt, ja, het is 12 uur. Wat zijn die flessen op tafel? Hoe is dat gekomen? Dat was toen ik in mijn tijd bij Feyenoord nog. Ik wist dat Jean-Paul van Gastel, als Bourgondier, Brabander, had hij altijd. Nee, maar had hij altijd het idee dat hij zijn eigen biertje wilde. Nou, dat liep een beetje uit de hand met zijn
toenmalige Feyenoord. Ondertussen het bier van Jean-Paul alleen. Ja, is dat een beetje zo gegaan. Nadat wij allebei bij Feyenoord weg moesten, zeiden de vrouwen van misschien moeten jullie er nu samen eentje doen. En zo is het ontstaan. Dus daar komt ook de naam van. Ik bedoel, hapje bestond al. Ja, Mr. Hapje, MR, mijn initialen. Dus ja, het is eigenlijk een leuke hobby. En hier in Rotterdam breng ik bijna alles zelf. Ja, want je zei net, ik heb regio Rotterdam. Ja, regio alsof Rotterdam. Je dan ook een soort van vertegenwoordiger bent. Maar nee, je haalt ook echt partijen binnen. Horecabedrijf. Ja, ik ga wel eens bij. Ja, nu ligt de horeca natuurlijk even stil. Ja. Maar sinds we dit biertje erbij hebben, ondertussen een aantal horecazaken hier in Rotterdam die het hebben staan. En hopelijk vanaf komende week weer heel lang mogen hebben staan. Is het al bij de ballentent? Ja, tuurlijk. Ja, dat was een van de eerste. Maar dat snap jij wel. Nou word je natuurlijk... Kan ik me voorstellen, ik weet niet zeker, maar door heel veel initiatieven benaderd en investeer hier, investeer daar. Waarom kies je dan eigenlijk dit? Nee, maar ik had het met mijn vrouw wel eens over gehad, die vond het altijd gein. Die dacht natuurlijk, je moet een bier naar jezelf noemen, dat is Fantoom. Lang getwijfeld. En toen kwam eigenlijk dat idee met Jean-Paul. Ja. En ik zei, het is een leuke hobby. Ja, je moet ook wel meer dingen bekijken. We hebben sinds een aantal maanden een webshop. Ja, dus je moet wel met je tijd meegaan. Natuurlijk, dan moet je over social media gaan denken. Ja. Nou, we gelukkig een zoon en een dochter die vrij handig zijn op social media. Een zoon die een beetje ook met de creatieve kant studeert. Dus, we hebben zelfs een filmpje van hem. Ja. Zullen we even kijken? Ja, graag. Ja, een filmpje van Dani. Ja, die was voor beide partijen goed. Wij hadden een mooi filmpje en hij kon het voor zijn studie gebruiken. Maar dat was ook iets, dat was precies in de coronatijd. En je lanceert dat biertje, hoe ga je het presenteren? Ja. Dan hebben we het op deze manier gedaan. Hoe ziet jouw leven er eigenlijk uit op dit moment? Ten eerste gewoon vrij rustig. Ik bedoel, iedereen, de problemen die iedereen natuurlijk heeft in deze tijd. Ja, ik doe wat ik zeg, kijk veel voetbal. Natuurlijk om een beetje op de hoogte te blijven van wat er allemaal speelt. Af en toe een online cursusje, dat kan ook nooit natuurlijk geen kwaad. Wat voor cursusje? Nee, maar ben je van die. Je hebt ook op bepaalde punten nodig voor je trainersdiploma. Eén keer in zoveel jaar moet je je licentie verlengen. Dus ik heb kort geleden daar een cursus, dat ging over Jong Oranje. Het proces van hoe ze begonnen zijn tot nu. Ja, dus altijd leerzaam. Ja, veel voetbal kijken om. Kijken wat zich afspeelt. En we hebben het al over gehad. En dan regelmatig wat ambassadeursdingen. En je zegt net, ik sta even niet op het veld. Ben je eigenlijk trainer? En is dit een tussenperiode? Nee, dat is wel mijn intentie om daar weer het veld op te gaan. En hopelijk in een nieuw seizoen weer. Ik zeg, dit is hartstikke leuk. En doordat ik nu even niet op het veld sta, kan ik zelf heel veel doen. En dat is op zich ook leuk om zelf... het bier te brengen en de reactie van mensen. Oh, hij komt het zelf brengen, bewust. Dus, maar het diefste wat je doet is natuurlijk op het veld staan. En is dat dan jeugd? Of is dat dan meer in de richting van het spitsentrainerschap? Nee, in principe alles. Het mooiste zou zijn gewoon assistent. Met de toevoeging dat je denk ik nog wel wat kan toevoegen aan de aanvallers. Maar in principe sta ik voor alles open. Heb jij nou ooit... Jij was spits... We hebben het net over Das Fantoom. Dus in mijn herinnering was dat... Ja, dan kon je er een poosje bij lopen als dat je dacht dat je op financiële zaken van de gemeente Binnenmaas werkte. En dan ineens was je er weer.
Was dat eigenlijk de betekenis van Das Phantom? Nee, ik zeg soms werd het een beetje als verband gerukt. Het is ooit een muntje heb ik gekregen omdat ik geloof 3 of 4 wedstrijden achter me in de blessuretijd de winnende of een gelijkmaker maakte. Alleen later werd er dat verband getrokken van, nou, je ziet hem niet, dan scoort hij weer. Ik moet blijven nog steeds een geweldige bijnaam vinden, maar... Maar je weet dat soort dingen ook wel eens af en toe het negatieve kan krijgen. Ik heb een periode gehad waar ik niet scoorde. Nou, als je een bepaalde naam hebt, werd dat in de Bild-site per minuut bijgehouden. Maar ja, dat had ik voor mezelf soms gevoel, echt gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld, niet gescoord. Ja. En dan kreeg je weer van, weer niet gezien. Dan, wat de kranten persen van schrijft, dat maakte mij niet zo heel veel uit. Uiteindelijk gaat het erom wat de trainer, en bij Bayern was toen de tijd, Heun is natuurlijk een hele belangrijke persoon, ja. Wat die ervan vinden. En uiteindelijk weet je, die goals komen toch wel weer. Maar soms werd het een beetje in het negatief getrokken, maar ja, dat maakt het uit. Hoort er ook bij, ja. Nee, ja, ik bedoel, je kunt vervelende bijnamen krijgen, denk ik. Je kent ons natuurlijk, dus dit is niet alleen een uitzending om naar te kijken, maar je kan ook zelf meedoen, vragen stellen aan Roy. En uiteindelijk geven we natuurlijk ook dat bier weg. Maar hou dan onze social media kanalen in de gaten, www.reur.nl. Ronald vraagt, welk speciaal bier vind je zelf het lekkerst? Ja, dat is altijd... Ik vind die van mezelf, in mijn champagne, vind ik wel heel goed gelukt. Nee, maar het is wel, af en toe wel gewoon lekker als je een keer op een terras zit. Om af en toe te zeggen, Ik ben het ook gaan leren drinken. Ik bedoel, iedereen kent natuurlijk wel gewoon een fluitje en dat soort dingen. Maar ja, op het moment dat je dit gaat ontwikkelen, ga je er ook iets meer verdiepen. En dan drink je heel verschillend. Ik zeg, ze moeten niet te zwaar zijn. Maar een beetje, van deze is 6,8%. Dus je slaapt er goed van. Robert Willems heeft ook gereageerd. Ken je natuurlijk wel. Ja, allemaal. Voor Robert heb ik meer dan genoeg. Ja, want de vraag is, heb je genoeg voorraad als de terrassen open gaan? Nou, dan heb je er een klantje bij. Dus, ja, ik had Robert knappend te zien hoe hij dat allemaal doet in de huidige tijd. Ook dan steeds als woordvoerder van de hele branche. En we hebben af en toe ja, dat is wel knap, hè? Wat hij, eigenlijk is natuurlijk, mag hij het weer verwoorden namens heel veel mensen. Maar ja, ik heb ook buiten van de ballentent, René is natuurlijk een goede vriend van ons, ja. Het is gewoon terug om te zien dat die natuurlijk allemaal zo lang dicht zijn. Dus ja. Ik ben blij dat ze in ieder geval, weliswaar een kleine stap, maar dat ze weer open mogen. En hopelijk vanaf nu steeds iets meer. Nou, daar kom je dus binnenkort ook brengen. En iemand die anoniem wil blijven, die gaat meer de diepte in. Dronk je veel bier toen je zelf nog op topniveau speelde? Nee, ik zeg nu ja, ondanks een eigen bier moet je zeggen dat ik elke dag bier drink. Hoor. Dat valt wel mee, maar... Nee, ik zei bij L.A. Ravens, bij Bayern München hadden we vaak in die tijd na een wedstrijd. Als je gewonnen had, dan werd er in de bus wel eens een biertje genuttigd. Maar en als je kampioen werd, moest je het over de trainen. Ja, dan kreeg je die hele grote, van die 5-liter glazen. Maar wat grappig was, dat wij bij Bayern München hadden we Felix Magath als trainer. En in Duitsland ging toen de tijd een dag van tevoren een trainingskamp uit of thuis. En die had iets dat je de avond voor de wedstrijd moesten we allemaal met zo'n rond 9:30 aan de bar verzamelen. En dan wilde hij gewoon even de ploeg bij elkaar hebben. En wie dan een biertje wilde drinken, die kon dat. Ik deed dat niet, omdat als je moet voetballen, doe je dat niet. Maar er waren dus wel een paar spelers die dan gewoon één biertje dronken. En dan stond Heunis alles bij. En dat was meer gewoon dat niet iedereen de hele dag maar op zijn kamer zat. Dus ondertussen wordt het iets minder, maar op zijn tijd... Moet een biertje of een wijntje. De Zuid-Amerikanen staan erom bekend. In mijn Spanje-tijd stond op de avond voor de wedstrijd. Werd er gewoon rode wijn gedronken aan tafel. Dus toen dronk ik nog geen wijn, dus dat deed ik dat niet. Maar ik bedoel, na een wedstrijd moet het heus wel een keer kunnen. Natuurlijk ook afhankelijk of je 2 of 3 dagen later weer een wedstrijd hebt. Maar een keer een drankje op zijn tijd moet absoluut kunnen. Die ene goal tegen Madrid. Gaan er wel eens gesprekken voorbij... Dat hij niet ter sprake komt? Maar het is meestal zo rond begin maart. Want het was op 7 maart. Dan word ik wel regelmatig weer benaderd, natuurlijk vanuit Duitsland. En ja, het heeft denk ik ook buiten het feit dat het nog steeds het snelste goal in de Champions League te maken heeft. Denk ik ook mijn optiek veel te maken met het feit dat het ook nog steeds Real Madrid was. Ja. Dat geeft nog wat extra... Misschien heb je hem later zelf nog wel eens een enkel keertje teruggezien. Maar nou ja, één keer was wel grappig. Ik kreeg toen een keer een berichtje van mijn zoon naar mijn dochter. Pap, je bent je record kwijt. Maar ik was ergens in, want er was een jongen van Valencia, Jonas, die had ook heel snel gescoord. Alleen voor mij was het toen de NOS. Die had ze naast elkaar gezet in zo'n split screen. En dan zag je nog net dat hij voor mij nog een paar tienden sneller was. Nou, laten we dan nog even naar het recorddoelpunt gaan kijken. Ja, dus je zegt het eigenlijk zelf al.
Misschien dat je in split seconds dit record nog kan verpulveren. Maar veel sneller kan het natuurlijk op dit niveau eigenlijk Een keeper kan een keer uitkleien. Maar nee, maar dit... En helemaal niet. Als een tegenstander ook naar aftrapt, dat zie je natuurlijk helemaal niet zo vaak. Maar nee, dit is een moment... voor mij, ik zei het toen na een wedstrijd... Het had vooral betekenis, omdat het ook hielp uiteindelijk dan we een ronde verder kwamen. Ja. Als we uit waren geschaar, hadden we echt... ik zal het netjes houden. Hadden we echt niks geïnteresseerd. Kan jij dat soort momenten nog terughalen? Ik heb de reputatie ook over het algemeen vrij veel, weet je. Ja, maar dit soort momenten vergeet je natuurlijk niet zo heel snel. Maar wat gebeurt er dan? Wat denk je? Wat denkt een spits nou op zo'n moment? Want ja, zo min mogelijk. Dat is best. Zo heb jij natuurlijk heel veel goals gemaakt. Hmm. Dat als ik zit te kijken, denk ik, ja, zo kan ik het ook natuurlijk. Maar die koelbloedigheid, die nee, dat maar dat ontwikkel je ook. Ik heb wel eens vaker in een interview gezegd, toen ik nog als jonge jongen begon bij Vitesse en je miste een grote kans. Ja, dat maalde dat nog misschien een kwartier, 20 minuten in je hoofd. En dan wist je eigenlijk, achteraf gezien, dat je als je hem dan nog één kreeg, dat je die weer ging missen. Ja. Dus dat is ook de ervaring door de jaren heen. Dat je een keer een grote kans mist, dat je dat heel redelijk snel opzij kan zetten. Vooral als je bij dit soort clubs speelt, waar je soms misschien maar, met name in de grote Champions League wedstrijden, maar 2-3 kansen als ploeg in een wedstrijd krijgt. Maar ja, die wedstrijden... Dat zie je. Ik bedoel, dat met alles bij als je wat kleine clubs in Nederland tegen topclubs, ja, die krijgen er misschien ook maar 2-3 in een hele wedstrijd. Dus ja, dan moet je gewoon extreem gefocust zijn. En wat denk jij dan? Kan jij ons op dat moment niks? Want dat, nee. Nee, maar ik zeg, ja, ik heb wel zwakker. Als je gaat denken, ja, dan gaat het in mijn optiek altijd fout. Ja, je moet wel denken. Toen ik als spitsentrainer actief was, gaf ik met name de jongere jeugd mee. Als je kijkt naar de keeper, van 9 van de 10 keer in mijn optiek geeft de keeper jou al de optie wat je moet doen. Vaak zie je kopje naar beneden, wild gaan schieten. Kijk gewoon naar de keeper. En dan vaak hoe die opgesteld was, geeft hij in mijn optiek al jou de optie wat je moet doen. Heb jij dat voor jouw gevoel, kinderen, voldoende kunnen leren? Kan je uitleggen wat het eigenlijk is? Ik denk dat ik zeker wel een aantal tips kan geven. Ik bedoel, de belangrijkste tip is zorg dat je op goal schiet. Nee, maar het doet een mooie goal. Dat is allemaal leuk en aardig. Ik heb ook een aantal hele mooie gemaakt. Maar uiteindelijk klinkt het lullig en cliché. Ze tellen allemaal maar voor 1. Ja. Dus zakelijkheid, het afwerken, daar gaat het om. Schiet jij 10 keer over, ja, dan heb je net. Schiet je 10 keer goal, dwing je in ieder geval een keeper tot een redding. En als hij hem niet tegenhoudt, zit hij erin. Ja, klinkt heel lullig. Maar zo is het in mijn optiek wel. Daarom vind ik Lewandowski ook zo extreem goed. Die doet bijna in elke situatie wat de situatie vraagt. Dus als hij een keer een chipje moet doen, doet hij het. Maar als hij hem gewoon rustig met binnenkant voet in een hoekje kan schuiven, doet hij het ook. En daar gaat het om mij. En de grootste spits zijn zakelijk. Nou ja, het neusje voor op de goede plek te staan, dat gevoel, dat zit in je of dat zit niet in je. Dat kun je niet leren. Maar je kunt natuurlijk wel je tweebenigheid. Ik ben vanaf jongs af aan heb ik zo hard op mijn linkerbeen getraind dat het op het einde niks meer uitmaakte. Natuurlijk... Van de week zag ik bij Bayern München scoorde Musiala, geweldig talent, 18 jaar, scoorde een doelpunt met zijn hoofd tegen Wolfsburg. En dan las ik daarna dat hij de hele week met Herman Gerland, zeg maar zo'n 5 of 6 of iemand in de richting de 70, die al heel lang bij Bayern werkt, de hele week aan de kopgallig gewerkt aan zijn kop. Dus dingen zijn trainbaar. Op een bepaalde plek staat, als jij vraagt waarom stond je op die plek, want je traint eerst bij de tweede bal, ja, geen flauw idee. Nee. Maar een aantal dingen, zoals je traptechniek, ballen aannemen in kleine ruimtes, dat soort dingen. Natuurlijk kun je dat altijd verbeteren. Ik heb vaak gezegd, en daar blijf ik bij, in Nederland kun je een goede spits worden, en in het buitenland word je pas een topspits, omdat uiteindelijk in het buitenland word je pas serieus genomen als je ze in het buitenland maakt. En dat heeft met de weerstand te maken? Ja. Ja. Er zijn denk ik genoeg voorbeelden van, ik zal er geen naam bij noemen, van jongens die in Nederland topscorer zijn geworden, naar het buitenland gingen en mislukten. Dus ja, of uiteindelijk... een jaartje hier. En... Nee, maar dus in het buitenland neem je serieus als je ook daar de goals maakt. Zien we je zei net in een tussenzinnetje nog even, ja, toen Jean-Paul en ik weg moesten bij Feyenoord. Steekt dat nog? Nee, maar dat heb ik al heel vaak gezegd. Alleen de manier waarop. Ik bedoel, ik loop lang genoeg mee in de voetballerij om te weten dat een club een keer een andere koers gaat varen. En ik weet, voor mij hoeft niet altijd over gesproken te worden. Ik snap dat het nu weer te sprake komt. Alleen dat je... Nou, ik snap het ook. Maar als je bijna 12,5 jaar bij een club zit en je moet in de krant lezen dat je weg moet. Ja.
daar gaat het mij om, dat een club een andere keus maakt. Ik bedoel, dat hoort bij het voetbal. Maar om het in de krant te moeten lezen, dat vind ik niet heel menselijk. Maar... daar verandert mijn mening over de club totaal niet. Want ik hoop elk jaar dat ze het goed doen. Ik vind het nog steeds leuk. Ja. Kijk bijna elke zondag. Ik bedoel, er zijn ook wel eens dingen dat ik niet kan kijken. Ik heb een aantal natuurlijk mogen trainen in de jeugd. Bijvoorbeeld Justin Bijlo, Tyrell Malaysia onder andere. Met Leroy, die heb ik als assistent trainer mogen hebben. Maar we hebben ook nog samen gespeeld. Dus nee, ik hoop alleen maar dat ze altijd heel veel succes hebben. Alleen, ik zet de manier waarop, dat is het enige. En voor de rest kijk ik nog met heel veel plezier. En ik zei net al, ik heb wel eens op slechtere locatie gezeten om een interview te mogen doen. Als je volgend jaar weer op het veld wil staan, dan moeten er nu best wel concrete gesprekken gevoerd worden, kan ik me zo voorstellen. Nou, daar heb je mensen voor. Hè? Nee, op dit moment is het nog rustig, dus we zien wat er gaat komen. Op het moment vermaak ik me prima met wat ik nu doe. Maar het liefste wat je wil doen is natuurlijk op het veld staan en spelers helpen zich te ontwikkelen. Klopt nou het verhaal dat de beslissing die je ooit nam om van Bayern München naar Feyenoord te gaan voor een belangrijk deel ook te maken had met je gezin? Dat je daar vaker kon zijn, je kinderen naar school kon brengen? Of is dat een soort geromantiseerd verhaal? Niet helemaal. Maar nee, maar het raar was eigenlijk dat ik bij Bayern München was ik eigenlijk al heel veel thuis. Heel veel mensen denken, hoe kan dat? Eigenlijk, toen ik op Tenerife woonde en Kroenje was ik eigenlijk minder thuis bij Bayern München. Maar het voordeel bij Bayern München was dat we eigenlijk, als wij zaterdagmiddag om 3:30... Want een heerlijke tijd om te voetballen. Maar als wij bijvoorbeeld in Hannover speelden, gingen we gelijk na de wedstrijd naar het vliegveld. En dan vlogen we meteen terug. Dus vaak kon ik bijna het bord op schoot doen aan de eigen samenvattingen kijken. Dus op zich viel dat wel mee. Alleen het was na 10 jaar de keuze, wat ga je doen? Ga je nog een stap maken naar een ander land? Of ga je terug naar Nederland? En toen was mijn keuze en gevoel om na 10 jaar gewoon weer met gezin terug naar Nederland te komen. En nu zijn kinderen groot? Ja, nee, en die... Die vinden de stad Rotterdam fantastisch. Maar dit is... Dus je gaat ook niet zo makkelijk meer... Nee, maar ik woon hier. Ik bedoel, ik zijn mijn kinderen die wonen hier pas voor het eerst. Ze zijn natuurlijk allebei... onze dochters op Tenerife geboren en onze zoon in Coruña. Maar waar hebben ze echt voor het eerst lang gewoond? Dat is hier. Omdat we natuurlijk sinds 2007 zijn we hier terechtgekomen. Ja. En wonen hier nog steeds. Dus. En het is een prachtige stad. Nee, het is geweldig. Toch? Ja, om te groeien. Nog iemand die anoniem wil blijven, die vraagt, ben je blij? Nou, het sluit een beetje aan op die vraag van net, dat je uiteindelijk toen die beslissing hebt genomen en hier in de Kuip je carrière hebt afgesloten. Ja, ik bedoel, het is niet het succes geworden wat we van tevoren gehoopt hadden. Ik bedoel, je komt hier naartoe om in ieder geval weer Champions League te gaan spelen. Dat was ook de insteek toen de tijd. Gelukkig in het eerste jaar na zeer lange tijd de beker gewonnen, want dat was toen ook al een tijdje geleden. Ja. Maar ja, ik bedoel, het is het mooiste stadion van Nederland. Ook qua sfeer, dus als je hier je afscheid mag maken en ook nog met een hattrick, ja. Er zijn weinig mooiere plekken, denk ik, om je carrière te beëindigen. Willem vraagt, hoe is Deportivo zou kunnen wegzakken nadat jij daar vertrokken bent? Ja, dat is heel triest. Ja, ik bedoel, het was al, daarna is het al een tijdje aan, maar ja, uiteindelijk ben je natuurlijk wel genoodzaakt om ook wel eens spelers te verkopen. Ja, en dan kan het een keer gebeuren. Nou, we zijn gisteravond weer een mooi voorbeeld zien. Schalke, een redelijk grote club in Duitsland. Nou. Gedegradeerd de HSV een paar jaar geleden. Alleen dat ze in de derde, tenminste Segunda B, derde niveau spelen, ja, dat is echt diep triest. Ik bedoel, je kunt een keer in de Segunda Division terechtkomen. Dat zie je ook in mijn tijd, voor mij in het jaar dat wij kampioen werden met Deportivo, degradeerde Atletico Madrid. Dus dan zie je ook dat soort clubs kunnen degraderen. Maar dat je nog een niveau verder wegzakt en zelfs dit jaar daar moeilijkheden had, ja, dat is diep triest voor zo'n club. Maar zo'n club, ik wil niet zeggen dat ze altijd succes moeten hebben, dat hoop je, omdat je er zelf ook hele mooie tijd hebt gehad. Maar om ze zo ver afgeleden te zien, dat doet best wel pijn, ja. Bayern München was natuurlijk verreweg het grootste in een carrière. Was Coruña, was je daar gelukkiger eigenlijk? Nee, dat niet. Maar als je kijkt naar de successen, het kampioen, heel veel vragen, wat was je hoogtepunt? Ja, het kampioen zijn met Coruña natuurlijk. Maar dat heeft met te maken, ik ben 2 keer met Bayern kampioen geworden in 4 jaar tijd. Ja, maar, dat verwacht iedereen normaal, van tevoren. Ja. Maar als je deel uitmaakt van de geschiedenis van een club die in een hele carrière 1 keer, of een hele bestaan 1 keer kampioen van Spanje zijn geweest. Ze hebben ooit 1 keer heel dichtbij geweest met een gemiste penalty, geloof ik, in de blessuretijd. Ja. Ja, en als je dan uiteindelijk wordt, ja, dat kun je bijna niet voorstellen. Kom je daar nog wel eens?
Nee, de laatste keer was toen we met Feyenoord speelden voor de UEFA Cup. Toen was mijn gezin is uiteindelijk wel meegaan. Dat was de eerste keer dat mijn zoon terug was naar waar hij geboren was. En iets beter kon zien natuurlijk wat ouder, waar hij op school had gezeten, waar hij geboren had. Maar nee, daarna ben ik niet meer gelegen. Ja, het is ook niet zo dat is eigenlijk, nou kom ik daar weer op, omdat ik daar gisteren met Jan Dirk over sprak. Dat was achteraf best wel een heftige confrontatie toen met Verbeek, hè, in de Coruña. Tenminste, zo herinnert hij zich dat. Ik wist helemaal niet wat daar nou precies gebeurd was. Nou ja, voor mij was het sowieso raar om tegen de club gehad waar je heel veel succes gespeeld had. Ja. Nou, de wedstrijd die verliep totaal niet zoals we dat voor over hadden zien. We hadden uiteindelijk met name voor mijn tweede helft van het kastje naar de muur gespeeld. En ja, ik heb het later pas meegekregen. Van niet alleen van mijn familie, maar ook van heel veel mensen, businessclubleden die erbij waren. Ja, dat laatste 10 minuten was een soort hommage van het publiek aan mij. Ik hoorde wel mijn bekende liedje daar, maar later begreep ik was dat mijn afbeelding constant in beeld was. En daar speelden toen uiteindelijk 3 jongens waar ik mee samengespeeld had. En die zeiden al dat heel veel ploeggenoten hadden gezegd van, waarom wordt hij naartoe gezogen, want hij is van het tegenstander. Toen zei die jongens alleen maar, omdat hij kampioen is geworden hier. Dus dan zat ik na afloop met Dubu, wat moet ik nou doen? We hebben net met 3-0 verloren. Ja, en zei, kan ik nou vaak dan een ere ronde gaan? En toen zei Gio's aanvoerder, nee, ze zingen voor jou. Ja. Gewoon in het publiek bedanken, dat is niet meer als normaal. Alleen ja, na afloop was ik gevraagd om even geloof ik bij de businessclub te verschijnen. Want mijn vrouw had nog een restaurant voor de businessclub geregeld. En dat mocht niet van Verbeek. Omdat we verloren hadden, wat ik ook wel begreep, maar ik mocht nu niet even 5 minuten zeg maar, een aantal supporters en de businessgroepleden bezoeken. Hoe kijk je daar dan op terug? Ja, nou ja, ik bedoel, uiteindelijk doe je wat de trainer wil, maar ik bedoel, ik weet ook wel, ik baal ook als een stekker. Want als iemand baalde, ik had daar graag op een betere manier zeg maar, terug naar Rotterdam gevlogen. Ja. Maar om nou even 5 minuten even de businessclub, die natuurlijk ook heel belangrijk zijn aan sponsoren, even kort te bezoeken, had er mijn ogen geen kwaad gekund. Maar nou, en mooi dat zijn ergere dingen. Je wat betekend hebt in de levens van die mensen. Dat is toch echt geweldig. Nee, maar ik bedoel het. Joh. Ja, zijn ergere dingen. Ja. Op welke prijs ben je het meest trots? Ja, we hebben net al besproken. Kampioenschap met Deportivo. Van welke coach heb je het meest geleerd, vraagt Erik. Ja, er zijn er wel een paar. Ik heb natuurlijk Leo Beenhakker in mijn Vitesse-tijd heel kort meegemaakt, 6 maanden. Die vooral de kunst had om, vond ik, hadden een bespreking. Maar na 5 minuten, ik weet niet hoe, ging het eigenlijk helemaal niet over de wedstrijd. Ja, het ging wel over de wedstrijd, maar meteen nam hij die druk van die wedstrijd nam die weg door het gewoon heel luchtig te maken. Zonder eigenlijk de rode draad van de wedstrijd te geven. Maar ja, ik heb Otmar Hietveld meegemaakt bij Bayern München. Ja, dat had ik zo'n klik mee, dat is heel moeilijk uit te leggen. Die kon je negeren als die boze niet je nodig had. En een dag later weer een arm om je heen. Die voelde precies aan welke speler wat nodig had. En wanneer hij even op moest treden of weer. Ook enorm succesvol geweest. Voor mij toen het de eerste Duitse coach die met 2 ploegen de Champions League gewonnen had. Eerst met Dortmund en later met Bayern. Ja, ik vond Van Marwijk hier bij Feyenoord ook een hele goede trainer. Had u verwacht dat uw vrouw Frank de Boer zou verslaan met poker? Ja, die is echt geniaal, ja. Dat was van mijn zaak, maar Rob Jansen, die ging naar een nieuw pand en dan had hij een soort van pokertoernooi georganiseerd voor al zijn, hoe noemen we dat, zijn klanten, zeg maar. En dan de winnaar, die mocht dan uiteindelijk, was dan de prijs, die mocht dan naar Las Vegas toe. En uiteindelijk, maar ja, ik was al heel snel klaar. En ik denk, dus ik denk, waar is mijn vrouw? Die zat in één keer aan de finale tafel en die eindigde met Frank de Boer. En ze had nog nooit gepokerd. Nou, jij weet een beetje denk ik, hoe Frank is. Die kan sowieso niet tegen zijn verlies. Nou, en uiteindelijk won mijn vrouw. Nou, en een week later hadden we ook nog het Nederlands elftal. Nou, dat heeft hij nog wel een tijdje moeten horen, maar nee, ik zeg, we zijn elkaar er wel eens tegengekomen. Ze konden hartelijk om lachen, maar op dat moment vond Frank het niet leuk dat hij en had verloren. En ook nog van de vrouw waarvan hij hoort dat hij nog nooit gepokerd had. Mooie slotvraag, vind ik, van Lennart. Van al die goals, wat is die ene goal die het dichtst bij je staat? Oh. Dan moet ik ze even alle 3, meer dan 300 doorgesproken. Nou ja, ik bedoel, we zijn het meest trots. Ik bedoel, ik zei het straks al, je laatste wedstrijd in de Kuip met een hat-trick eindigen en met mijn laatste balcontact
Want iemand die heeft mij wel eens gevraagd van normaal publiek, sinds een laatste wedstrijd laat je jezelf 5 minuten voor tijd wisselen. En ik ging geloof ik 1 kwartier voor tijd eruit. Dat was toen de tijd met de trainer afgesproken van geef het maar aan. Ja, en toen maakte ik eigenlijk die stift over. Ja. En heb de dag eigenlijk wel, het is ook eigenlijk wel mooi geweest ook. Maar ja, dat is er dan één. Maar vooral ook ja, de laatste en ook nog, wat voor goal, met je laatste balcontact eigenlijk stopt met voetballen. Noemen we het betaalvoetbal. Ja. Maar ja, in de kampioenswedstrijd met Coruña was absoluut niet mijn mooiste. Maar scoren in een kampioenswedstrijd is wel heel bijzonder. Dankjewel dat je er was. Bedankt dat ik er mocht zijn. Succes met het bier. Dat gaat helemaal goed komen. Dat kan je overigens in je bezit krijgen door onze social media te volgen. Met name op Facebook en op Instagram. En volgende week, dan zijn we er natuurlijk weer. Want ja, daar gaat het eigenlijk altijd om hoe groot die gasten zijn. Uiteindelijk gaat het om jou. Je bent een fantastisch publiek. Bedankt voor het kijken. Dag. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, VLS en Jax.nl.